Deze Tresia Sirino van het bestuursresort Coruni wil het tekort aan voedsel aldaar structureel oplossen. Dorpen, waaronder Kwamalasimutu en Sipaliwini, hebben jaarlijks een tekort aan voedsel. Hoogtlandreis is een alternatief voor voedselzekerheid in het bestuursresort Coruni in het district Sipaliwini. Hoogtlandreis is een van mijn beleidsprioriteiten wat betreft de stukje voedselvoorziening in het gebied. En dat komt omdat het bestuursresort Coruni heeft elk jaar een voedselschaarste. En dat is eigenlijk gebeurd vanaf het jaar 2006 na de overstroming in het binnenland, waarbij hun cassave aanplant steeds wordt vernietigd. Ik wil dus dat de mensen leren hoe ze dat moeten planten. Verzorgen, alles wat daarmee te maken heeft en ook oogsten natuurlijk. Zodat ze dat voor zichzelf op langere duur steeds kunnen hebben, dat die garantie er kan zijn. Want een hooglandreis is dus, wat ik begrijp, 2 keer per jaar wordt dat ingezaaid en ook geoogst. Maar ik hoop ook dus dat ze op een lange termijn ook hun medebewoners, familieleden in de andere dorpen kunnen bijbrengen, kennis. Omdat het hele gebied eigenlijk te kamp heeft met een voedselschaarste elk jaar. Dus het heeft hier voordeel? Absoluut, absoluut. Om zo'n project aan te pakken? Absoluut, het heeft heel veel voordeel. Ze zijn ook heel blij. Er zijn mensen in Kwamala op bezoek van Sipaliwini, van Coruni, van Alalapadu. Die hebben ook gevraagd dat ze dat ook willen leren. Dus ik denk we moeten eerst in Kwamala kijken hoe dat gaat. En dat de mensen in ieder geval die kennis ook kunnen hebben. Alle plusjes en minnetjes van planten onder de knie zullen hebben. Zodat ze dat verder kunnen geven aan andere dorpsgenoten. In het bestuursresort Coruni wordt er overwegend cassave geteeld. De burgermoeder wil de lokale bevolking skills aanleren om alternatieve producten te verbouwen, voornamelijk rijst. In feite heb ik de successtory van het Pameka-gebied vernomen. Ik heb foto's gezien. En aangezien dit ook een van de wensen is van de gemeenschap, ze willen heel graag hooglandrijst leren planten, heb ik dus gedacht om meneer Toyo te benaderen om de mensen te leren en om de kennis over te dragen aan dit gebied. Ik heb het enthousiasme gezien van de mensen die bezig zijn geweest. Ik denk het wel. Ik heb ook gezien actief geparticipeerd en ook door middel van vragen stellen. Sowieso, ik zeg altijd niet het veel is goed, maar het goede is veel. De mensen die nu meedoen, denk ik dus dat ze zeker de anderen ook kunnen instrueren hoe ze verder moeten gaan. Training boom, mijn lobbying. Je hebt al lang aan mijn been zoeken als aan die zee. Kolo kom je veen niet. Kan de mij ook moro varen. Omdat mijn lobby aan mijn lobbying. De mij bij jaso. En ook een jaso mij go doen. Mij go schoi hi. Atrasi. Mij go. Green drape presi. Mij moro. Moro biki. Prijsje mij ook green dat is een vliegveld toch? Mileri, mekeren, chapu, chapu toch? Dan mekeling en prani tu, ano furu imus, te yu prani ano mus poti furu furu, chinso amude. Mi proberi te mi feni machine fu pluh to ya kande mi kis dati mi denki mi kamiki moro presi moro snel to anuan disi muy lagi mi. Ik wil ze zeggen, advies, ze mensen moeten volhouden. De kennis die aan hun is meegedeeld door meneer Toyo moeten ze natuurlijk ook niet alleen naar luisteren, maar ook in de praktijk gaan toepassen. En ze moeten in ieder geval geduld hebben, volhouden, de juiste instructies blijven volgen, niet opgeven. En dan denk ik dat ze wel succesvol zullen zijn. En ik denk dat ik de juiste trainer naar het gebied heb kunnen brengen om de mensen dit bij te brengen.
De verwachting is vrij hoog bij de lokale bevolking en het commissariaat dat ze eindelijk hun eigen rijst gaan verbouwen. 1 kilogram semi-super rijst kost 36 SED in de winkel in Kwamalasimutu. Het dorp is slechts met het vliegtuig bereikbaar. Het is vakantie en vliegeren is traditie in de vakantie. Het is een leuke activiteit, het moet leuk zijn, maar het moet veilig blijven. Het is belangrijk om je vlieger op een open terrein op te zetten. Niet in de buurt van elektrische bedradingen. Het is zeer gevaarlijk. Het kan voor elektrische storing zorgen bij woningen en het is bij wet verboden. Bij het vliegeren is het belangrijk dat ouders toezicht houden op de kinderen. Het kan vaak gebeuren dat kinderen achter hun vliegers aanhollen, de straat overrennen met alle gevolgen van dien. Behalve dat de vlieger voor stroomonderbreking kan zorgen, is het ook niet netjes. Het maakt een heel slordige indruk met de vliegers aan de elektrische bedrading. Brand is te voorkomen. Genezen is beter dan blussen. Internet en social media gaan hand in hand. De sociale media wordt vaak gebruikt om informatie te delen, maar in de praktijk blijkt dat er ook onderwerpen worden gedeeld die niet door de beugel kunnen. De afgelopen tijd is de samenleving weer geconfronteerd geworden met pornografische beelden die verspreid zijn via social media. De redactie van Belicht vroeg aan enkele mensen wat hun mening is hierover. Het breekt die samenleving. Het is geen goed voorbeeld voor de jongeren die komen, die hele kleine die komen. Want dan denken zij dat het goed is, dat het zo moet, maar het mag niet zo. En vele mensen, ouderen ook, ze lachen erom, maar ik lach er niet om. Want het is niet zo prettig. Het kan nooit goed zijn voor de gemeenschap en ook niet vooral voor de jeugd. In principe zou er wat regelgeving en wetgeving hiervoor moeten worden opgesteld door de overheid. En dat er controle hierop wordt gedaan. Je leent je eigenlijk er zelfs voor, om het zo te zeggen. Omdat je, als je bewust instemt dat je gefilmd wordt. En je weet tegenwoordig probeert men alles tegen je te gebruiken als men boos is. Dus als het ware kies je er zelfs ook voor. Dat men op een gegeven moment filmpjes van je verspreidt. Er is geen enkele vertrouwen, om maar zo te zeggen. En het is een privé aangelegenheid met wie je seks wil hebben. Maar alles dat wordt vastgelegd kan verspreid worden. Dus het is een keuze die je maakt. Ik vind het helemaal niet goed. Want ik heb ook dochters. Ik heb eentje van 16 jaar die ook op Facebook is. En soms, kijk, jij als moeder, je wil niet dat je kind zo vroeg bepaalde dingen ziet. En doordat ze op Facebook is, dan ziet ze die dingen automatisch. Want alles wordt gewoon blootgesteld de laatste tijd. Dus jij als moeder, het geeft niet wat je doet om jouw kinderen thuis te beschermen. De media geeft het gewoon vrij. Het vernietigt onze samenleving. Ik weet niet dat het goed is. Want al het respect zie je niet meer. We hebben geen respect voor elkaar. En zo, stoppen kun je niet. Maar op school, ik vind dat je op school kunt beginnen met dit te promoten. Vertellen dat het nadelig is voor jezelf. Ook bij de kleuters, daar begint het al. De kleuters, de derde klasse, de tweede klasse, weet je. Daar kun je dan wat aan doen. Wetgeving, regelgeving en controle vanuit de overheid. Dan denk ik dat het wel een ingedampt zal worden. Tegenwoordig hebben mensen, of ja, we zullen zeggen de jongeren, niet alleen hun, maar men heeft minder waardering voor hun eigen lichaam. Alles is een, men wil te westers zijn, laat me dat zeggen. Toch? Alles is een, nou het kan daar, dus ik kan het ook hier. Het is leuk om te doen, ik ga mee met de trend. En ik denk niet dat we als Surinamer er rijp voor zijn. Toch? We zijn een beetje, hoe moet je dat zeggen? We zijn er nog niet rijp voor. Toch? Om bepaalde dingen, we kunnen nog niet met bepaalde dingen omgaan.
toch? En het is voor onze jeugdigen. Als samenleving kunnen we al niet met bepaalde gevallen omgaan. Dan kan je het ook niet overbrengen bij je kinderen. En als je het niet kan overbrengen bij je kinderen hoe ze met bepaalde situaties om moeten gaan, dan is het heel moeilijk. Toch? En dat kan maken dat je, zoals ik zei, de standaarden en zo, wat we normaal hanteren, die gaan dan verlagen. Waarbij men denkt dat men alles kan en mag doen. Ik denk dat het gewoon gaat om famous zijn. Ze willen in aanzien komen. Er zijn van die films van die buitenlanders, ze willen ook buitenlanders spelen. Ik denk dat dat het is. Ze willen gewoon in aanzien zijn of ook famous zijn. Of doen als de buitenlanders, maar het is geen stijl. Ze begrijpen het niet, of hier begrijpen die tieners niet dat hun doen het gratis. Maar die buitenlanders worden daarvoor betaald. Maar hun doen het gratis en ze verpesten hun leven gewoon daarmee. Mijn boodschap naar de jongeren toe is, let op jezelf. Weet wat je doet. Maak geen filmpjes van jezelf. Het hoeft niet, want het schaadt je en voor je hele leven lang kan je ermee zitten. Ook in verband met je carrière. Want al gauw zal men erachter komen dat je zulke zaken hebt gedaan. Dat ouders letten op wat hun kinderen doen. Even de telefoon checken. Ze kunnen die beelden wissen, maar let op je kind, praat tot je kind. Je kunt bepaalde dingen niet doen. Je kunt bepaalde dingen niet stoppen. Maar door veelvuldig met hun te praten en erop te wijzen dat wat de nadelen zijn, want het heeft geen voordeel. Dat ze gewoon positief moeten blijven, hun lichaam moeten beschermen. Want het is geen stijl van leven. Zo word je niet populair. Door jezelf positief op te stellen en gewoon naar de opvoeding wat je van huis hebt gehad. Want ik denk niet dat een moeder of een vader zijn kind zo heeft opgevoed. Luister gewoon naar je ouders en je opvoeding die je hebt gehad. Zet dat vooraf. Kijk niet naar wat anderen doen of wat je ziet op de media of zo. Ik wil het ook doen. Nee, is geen stijl. Gewoon je opvoeding volgen die je gehad hebt. En proberen niet mee te gaan. Want is het meegaan, dat is het heel probleem. Naar de jongeren toe zou ik willen zeggen van alles wat je vandaag doet, het lijkt gewoon voor het moment en het is leuk, toch? Maar hou rekening mee dat je groeit op. Je komt in een maatschappij terecht, je komt in een samenleving terecht waar je moet werken, je verder moet handelen. En bepaalde dingen kan je niet wegvegen. Gedaan is gedaan. Thank you.